En is het ook jouw droom om dan ooit een echt kostuum voor bijvoorbeeld Koningin Maxima te ontwerpen? Nee, dat is niet mijn stijl. Maar ik vond dit wel heel mooi om hier van geproefd te mogen hebben. Werken geïnspireerd op schilderijen uit de Gouden Eeuw. Het is allemaal te zien op het festival Masterly The Hague. Het is een festival waar historische schilderijen samenkomen met hedendaagse ontwerpers. 83 schilderijen hangen hier en die hebben we gecombineerd met werk van hedendaagse ontwerpers. En de hedendaagse ontwerpers en fotografen hebben het werk speciaal gemaakt bij deze historische schilderijen. We hebben hier bijvoorbeeld een prachtig schilderij van Huis ten Bosch. En daar in dat schilderij zie je eigenlijk prachtige wolkenluchten. En die wolkenluchten zijn eigenlijk nagemaakt in glas. En je ziet eigenlijk onder het schilderij. Er staat een tafel en er liggen glasobjecten op in allemaal verschillende kleuren. Wit, grijs, een beetje blauw, in de kleuren van de wolkenluchten. Dus eigenlijk liggen de wolkenluchten onder het schilderij. De Haagse kunstenaar Karel Bodegom is gespecialiseerd in licht en warmte en heeft voor het festival verschillende werken gemaakt, waaronder een elektrische radiator. Je ziet hier een schilderij van Rijkaard en daarop zie je een wetenschapper zitten die kijkt in de kaarsvlam. En de kaarsvlam inspireert hem om te spelen met licht en warmte. Nu naar mijn apparaat. Ik ben er reuze trots op. Het is een apparaat die werkt zeg maar, op licht, het onzichtbare spectrum. Helemaal beneden zie je dat hij werkt. Het lampje brandt. De koude lucht gaat erin. Het stroomt naar boven toe en maakt de warmte warm. En het allerleukste is eigenlijk wat je niet ziet, is dat je 30-40% minder energie gebruikt dan met de normale cv-ketel. Dus het is iets meer dan alleen maar mooie vorm. Het is daadwerkelijk innovatie. Ook jong opkomend talent is voor Masterly The Hague aan de slag gegaan. Zo kregen studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten de opdracht om een historisch kostuum te ontwerpen, gebaseerd op het Huis Oranje. We hebben een half jaar met deze studenten samengewerkt. Het was een fantastische samenwerking. Maar wat ook meerwaarde is, dat die studenten zich dus ook helemaal gaan verdiepen in die verhalen van die koningen, koninginnen, prinsessen. Hoe gingen zij naar het bal? Wat droegen zij? Wat hadden zij aan? Hadden zij corsetten aan waarin ze bijna flauw vielen? Ja, dat zijn natuurlijk ook prachtige verhalen. Dus, en ook heel erg leuk om daarover te lezen. En dat krijg je hier ook mee tijdens het festival. Ik heb een schilderij gekozen van de prinses Marianne van Oranje-Nassau. En zij droeg in het schilderij een groene jurk. Daarnaast moesten we de juwelen maken. Dus deze hoofdmedaillon, de ketting en een medaille. Dat laat zien dat zij van het Oranje-Nassau-huis is. Wat vrij moeilijk was, was om het juiste corset te vinden en de onderkleding, zodat echt de vorm van het lichaam erin te zien is. En is het ook jouw droom om dan ooit een echt kostuum voor bijvoorbeeld Koningin Maxima te ontwerpen? Nee, dat is niet mijn stijl, maar ik vond dit wel heel mooi om hier van geproefd te mogen hebben. Is het een ervaring rijker? Ja, zeker. Ja, het was echt heel bijzonder om te mogen doen. Ja.